Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video een proefdruk van 5.nl. Ja, zoals ik zei, een proefdruk van 5.nl. Deze video is overigens niet gesponsord. Dit is nu het tweede jaar dat ik gebruik maak van 5.nl om de verjaardagsuitnodiging voor de verjaardag van Noor te maken. En ja, zo dadelijk ga je dus zien wat ik dit jaar ontworpen heb. 5.nl heeft heel veel kaartjes die je zo kant-en-klaar hoef je alleen nog maar een naam en de tekst op te zetten, maar ik heb deze kaart weer helemaal zelf ontworpen. Nou ja, zoals ik al zei, vorig jaar heb je ook een video online zien komen hierover van 5.nl. Toen werd Noor 2 jaar oud. Die kaart was een beetje blauw, geel, wit. En dat was toen op haar verjaardagsoutfitje gebaseerd. En het jaar daarvoor heb ik een kaart helemaal zelf gemaakt. Ook die video staat trouwens op mijn kanaal. Maar dat was zo'n werk. En ik had zoiets, dat ga ik niet meer doen. En dit is gewoon zo makkelijk te doen. Deze kaart had ik echt gewoon, ik denk in een uurtje, misschien 1,5 uur in elkaar met alle tekst en zo goed krijgen. Dus ja, zoals ik al zei, een proefpakketje. Dit pakketje, het is hartstikke dun. Het kan gewoon door je brievenbus. Je kunt dus een kaart ontwerpen. En of je hem nu helemaal zelf maakt of een standaard kaart gebruikt die Fiverr op heeft staan. Je kunt dus altijd zo'n proefdrukje bestellen. 99 cent kost dat. Je krijgt dan 1 exemplaar van de kaart die je gemaakt hebt. En je kunt een envelop erbij kiezen. Dat kan een witte zijn, maar ze hebben ook verschillende kleuren. En volgens mij zelfs ook zilver, doorzichtig en goud. Dacht ik. Maar goed, zoals ik al zei, ik heb hem dus zelf gemaakt. En dit jaar heb ik het thema regenboog voor de verjaardag van Noor. Volgens mij staat de video al online dat ik een tutu-rokje voor haar verjaardag maak. Die was dus ook helemaal regenboog gekleurd. En dus ook haar uitnodiging is in het regenboogthema. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus ja, nou ja, je zag het al. Ik heb al stiekem die verpakking opengemaakt. Dat was natuurlijk heel benieuwd hoe dat de kaart eruit zag. En ik zal hem ook even aan je laten zien. Nou ja, zoals je ziet, ik heb gekozen voor een knalroze envelop. Ik moet zeggen dat volgens mij vorig jaar hadden ze meer keuze uit kleuren enveloppen. Dat denk ik echt, staat me echt bij. Maar goed, ze hebben nog steeds, ik geloof, 10 verschillende kleurtjes die je kan kiezen. En ik vond dat roze wel leuk. Dus ja, hier zit dan de kaart in en je krijgt nog een extra envelopje erbij. Met sluitzegel. En daar zit dan een pakketje in. En je kunt deze kaarten op verschillende soorten karton af laten drukken. Wij hebben gekozen voor natuurkarton. Maar je hebt dus ook silk. En dat is heel zacht. En die glanst minder dan natuurkarton. Je hebt de fotokaart. Dus die glanst heel erg. Even kijken. Ja, zo. En die is dan de achterkant. Is dat niet. Je hebt parelmoer. En dan zit er een beetje zo'n shimmer overheen. En we hebben nog linnen. En dan zit er een beetje een werkje in. Dus uit die soorten karton kun je kiezen. En dan zat er vorig jaar in datzelfde envelopje een pakketje bij met de kleuren van de enveloppen die je dan kon kiezen. Nou ja, die zitten er nu dus dit keer niet bij. Dus ja, dat zul je voortaan echt op de site moeten bepalen welke kleur dat je wil. Maar ik moet zeggen, ik vind dat roze toch wel heel leuk. Dus ik denk eigenlijk wel dat het die kleur gaat blijven. Maar goed, dat is dus dat kleine envelopje met de verschillende soorten karton waar je dus de kaarten van kan maken. Ja, en dan hier dus de kaart. Dan moet ik even kijken. Ik moet hem er zo uit gaan halen. Ja. Tada! En dan kun je zien, hieronder zit de witte lijn. Ik zal er maar gelijk even vooruit komen. Toen ik de kaart ontwierp, en ik zie dat trouwens ook hier rechts ook, was die lijn niet te zien. Ik was met mijn plaatje ook heel mooi in de marge gebleven wat moest zijn. Zelfs iets groter getrokken. Dus ik heb de kaart toch iets aangepast. En nu dus, ik heb er 15 besteld geloof ik. Ja, en ik hoop dat daar dus nu die witte rand niet onder zit. Want dat zou ik wel heel vervelend vinden. Kijk, ik kan hem altijd met een schaar of steenmesje nog een beetje afknippen. Maar
Ja, ik vind het gewoon raar. Ik denk tegen de tijd dat deze video online komt, heb ik de originele kaarten binnengekregen. En ik zal het er even bij vermelden of het nou wel of niet goed gegaan is. Maar ja, anders knip ik dat randje gewoon af. Maar ja, ik hoop dat het gewoon een foutje van mezelf is. En dat het niet gewoon slordigheid met het snijden van vijf is geweest. Maar goed, kan altijd gebeuren natuurlijk. Maar ik had wel even iets van, hey, apart. Maar goed, we gaan het zien. En ik zeg al, weet ik meer... voordat deze video online komt, dan zal ik het zeker eventjes ergens bij vermelden. Dus ja, de voorkant. Zoals je ziet, regenboog. Ik heb een beetje gekozen voor waterverf, aquarel effect met een wolkje. En dan hoera, Noor 3 jaar. En deze letters, die zitten er allemaal in bij 5.nl. Die kun je allemaal kiezen. Nou ja, de achterkant is in principe hetzelfde. Alleen staat daar dus de tekst op. Wat, wanneer, hoe laat, noem het maar op. Dus ik heb eerst gezegd, we gaan het gewoon op haar verjaardag zelf vieren op 29 december. We vieren het dit jaar ook weer niet thuis. Wel op dezelfde locatie als vorig jaar. Want dat is gewoon heel erg goed bevallen. Dus daar gaat het weer plaatsvinden. We kiezen ervoor om de verjaardag van 2 tot 5 te doen. Dat vinden wij lang genoeg met kleine kindjes. Mijn telefoonnummer staat erop. Williams telefoonnummer staat erop. We hebben dit jaar geen cadeaulijstje. Want wij wilden sparen voor een speelhuisje voor Noor. En dat hebben we dus ook op de kaart erbij gezet. Van, we zijn aan het sparen voor een speelhuisje voor Noor. Als je hieraan bij wilt dragen, dan vinden we dat super lief. Nou ja. Willen mensen toch liever een cadeautje geven? We zijn met alles blij. We zijn super dankbaar. We vinden het al hartstikke leuk dat ze überhaupt naar de verjaardag van Noor komen. Maar ja, Noor heeft zo ontiegelijk veel speelgoed. Dat we eigenlijk zoiets hadden, ja, we willen het gewoon eigenlijk uitgeven aan iets groters. Waar ze nog jaren plezier aan heeft. Niet dat ze dat daar speelgoed niet heeft, maar ik zeg, ze heeft gewoon zoveel. Ze is verzadigd qua speelgoed. We hebben echt veel te veel. En ik heb er dit jaar duidelijk bijgezet. Laat je AJB voor 14 december weten of je er wel of niet bij bent. Ik weet niet wat dat is met mensen, maar sommige mensen hebben zoiets. Nou, ik hoef dat niet te laten weten. Ja. Ik vind dat sowieso altijd wel prettig met de boodschappen die ik in huis moet halen. En we hebben ook dit jaar weer gewoon een ruimte gehuurd. Ja, waar we toch wel moeten weten hoeveel stoelen en tafels en ja, noem het maar op dat we daar neer moeten zetten. Dus ik heb het nu echt even, ik denk dat ik het zo even kan laten zien. Even zoeken. Nou ja, Tilburg weten jullie toch wel dat ik daar woon. Ah. Dus met pijltjes en dingetjes, ja, toch maar goed aangegeven van jongens, ik wil het gewoon echt heel graag weten. Dus ja, dit is dan de proefdruk van de kaart van Noor. Ik ben er echt super blij mee. Dit is zo makkelijk om hem op deze manier te maken. Ik hou daarvan. Dus er gaan straks de enveloppen omheen. Ik denk dat ik ze zelf ook gewoon ga bezorgen. Dan weet ik 1, ten eerste zeker dat ze op tijd in de bus liggen. En 2, ik vind het leuk om te doen en het bespaart de postzegel als ik toch daar al in de buurt moet zijn. Dus ja, dat was hem dan. De kaart voor Noor, haar derde verjaardag. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef me dan een dikke duim omhoog. Heb je vragen of opmerkingen? Die kun je zoals altijd hieronder kwijt. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, maar wil je op de hoogte gehouden worden wanneer ik een nieuwe video upload? Druk even op abonneren en op het belletje, dan krijg jij een berichtje wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. Nogmaals, bedankt voor het kijken en misschien tot 1 van mijn volgende video's. Doei!